Vermijd deze 7 kankerverwekkende voedingsmiddelen. Voeding speelt een belangrijke rol voor onze gezondheid. Er zijn veel verschillende gezonde voedingsmiddelen die ons veel belangrijke gezondheidsvoordelen bieden en het lichaam beschermen tegen deze ziekte. Er zijn echter ook minder gezonde voedingsmiddelen die gevaarlijke substanties in ons lichaam kunnen introduceren en ernstige ziektes zoals kanker veroorzaken. Kankerverwekkende voedingsmiddelen kunnen gevonden worden in verschillende diëten en veel personen zijn zich niet bewust van de hoeveelheid schade die ze hun gezondheid aandoen wanneer ze deze consumeren. In dit artikel zullen we 7 kankerverwekkende voedingsmiddelen onthullen die je direct uit je dieet zou moeten halen. Magnetronpopcorn. Magnetronpopcorn bevat gevaarlijke substanties in de zak die perfluoroctaanzuur creëren tijdens het magnetronproces. Als je ervan houdt om popcorn te eten tijdens het kijken van een film, probeer het dan thuis te maken met biologische mais en plantaardige olie. Het is gezond, goedkoop en erg makkelijk om te maken. Gedroogd vlees is de laatste jaren gepromoot als een gezonde snack, vol met proteïnen. Dit was voldoende om veel consumenten over te halen, maar veel onderzoeken hebben echter bevestigd dat dit soort vlees nitriet bevat, wat bijdraagt aan de vorming van kanker. Nitriet is hetgeen dat het vlees er maandenlang vers uit laat zien. Vermijd gedroogd vlees en probeer alleen vlees te eten van vee dat gras gevoerd krijgt. Blikvoedsel. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat blikvoedsel kankerverwekkend kan zijn vanwege een component die bisphenol A, PA, heet en die gevonden kan worden aan de binnenkant van het blik. Er is momenteel nog geen uitsluitsel of er genoeg PA in blikvoedsel zit om kanker te veroorzaken of dat het overgedragen wordt op de voedingsmiddelen in het blik. Verminder je consumptie van blikvoedsel en probeer producten aan te schaffen die een PA-vrij label hebben. Deze voedingsmiddelen worden aangepast op een genetisch niveau en worden blootgesteld aan herbiciden en pesticiden tijdens de verbouwing, die de kwaliteit van het product kunnen beïnvloeden zonder dat de consument het merkt. De chemische componenten in deze voedingsmiddelen worden geassocieerd met kanker en andere ziektes. Steun lokale boeren en koop alleen biologische voedingsmiddelen. Koolzuurhoudende dranken lijken mogelijk erg verfrissend wanneer we het warm hebben en dorstig zijn. Ze zijn echter niet gezond en bevatten meer dan 8 zakjes suiker per portie, naast verschillende chemische componenten die geassocieerd worden met kanker. 4-methylimidazole, 4-mei, geeft cola die karakteristieke bruine kleur en is tijdens duizenden individuele gevallen geassocieerd met kanker. Deze drankjes bevatten ook glucose-fructose-stroop, wat helpt om kankercellen te voeden. Vermijd het drinken van koolzuurhoudende drankjes en kies in plaats daarvan voor water of natuurlijke sappen. Veel personen geloven dat voedingsmiddelen met een licht label leiden tot een gezond en gebalanceerd dieet. De droevige waarheid is dat deze voedingsmiddelen alleen maar minder suiker en vetten bevatten en niet echt helpen bij gewichtsverlies. Ze bevatten ook substanties zoals kunstmatige zoetstoffen, die mogelijk gerelateerd zijn aan een hoger risico op kanker.
Volg een gezond dieet dat rijk is aan fruit, granen en groenten. Snacks. Het is makkelijk om een snack te pakken wanneer we honger hebben en iets nodig hebben om de dag door te komen. De gefrituurde snacks die beschikbaar zijn in supermarkten en winkels bevatten echter kankerverwekkende componenten, die vormen wanneer het voedsel blootgesteld wordt aan de hoge temperaturen die vereist zijn voor het frituren. Deze component, dat bekend is als glycidamide, vormt als een gevolg van de metabolisatie van acrylamide, wat een andere substantie is die geproduceerd wordt door de hoge temperaturen van het frituren.